Hé, meisje, wat kunnen we jou blij mee maken vandaag? Nou, meneer, ik heb net anderhalf uur in die koopgroot lopen te lopen en ik heb het sterren verskoud. Ach. En het is met die anderhalve meter niet zo dat er nog een beetje warmte krijg van degene die achter me in mijn nek loopt te hijgen. Want dat is niet zo. Er schijt geen meeuw op mijn kop deze dagen en er wil nog geen tackle tegen mijn benen zeiken. En dan zou je natuurlijk denken, is er geen leuke gozer die even een arm om je heen kan slaan? Nee, die van mij op de pleitvaart genomen. Die heb 3 keer buiten zijn mondkapje gezeken. Als je snapt wat ik bedoel. En dan snap jij dat buiten mijn ponem ook mijn hart een beetje bevroren is. Dus ik dacht, ik kom even lekker bij die frituur van jou hangen, want misschien krijg ik nog een beetje warmte mee. Dat is een hoop tekst voor zo'n klein wijfje. Moet je niet even gaan zitten? Ik krijg nou een uitkering. Nou zie ik het. Jij bent Richard Groenendijk van Tabby. Wat heb je hier te zoeken in die patatkraam dan? Houd je muil bij, Goochem. Even extra centje verdienen. Die theaters die kennen niet meer helemaal vol. Ja, van Tabby. Tabby nou op je muil. Pam pam. Tabby nou terug weer op je muil. Ik heb het wel gezien bij mijn oma op de computer. Geinig, ja, klopt, ja. En als jij dat nou zo geinig vindt allemaal, zou ik me heel snel een patatje bij me kopen. Met een colaatje erbij. En dan krijg je deze koude maand dit mutsje erbij. Is dat niet fijn? Patatje om je hartje op te warmen. En een mutsje voor die koude harses. Doe maar een grote, want ik heb het metabolisme van een paard. Oh, ik niet. Nee, dat zie ik. Nou, ben je al een beetje warm van binnen? Ja, dat hartje van mij is langzamerhand aan het ontdooien. Nou, zie je? Waar een patatje van Bram al niet goed voor is. Ik heb een kindermaatje.